Bells, Birds en Blue Notes van Diederik Wagenaar, gespeeld door de tweede solist vanavond, finalist tijdens de YPF Piano Competition, Ramon van Engelenhoven. Stuk voor alleen de linkerhand. En het linkerhandrepertoire is een van de thema's tijdens deze editie van het YPF Festival. Er bestaat nogal wat literatuur voor piano alleen links. En dat is voor een groot gedeelte te danken aan Paul Wittgenstein, de man die in de Eerste Wereldoorlog zijn linkerhand verloor. En heel erg veel componisten had gevraagd om een stuk te schrijven. Zijn rechterhand had verloren. Een van de componisten, onder andere die vroeg om een pianoconcert te schrijven, was Sergej Prokofiev. Die deed dat braaf. Maar toen het af was, was deze man helemaal niet tevreden, Paul Wittgenstein. Hij schreef een nogal beledigende brief naar Prokofiev en schreef: ik snap geen noot van dit stuk en ik ga het ook echt niet spelen. Prokofiev was op zijn tenen getrapt en besloot zijn humeur te gaan verbeteren met het schrijven van een nieuw concert. Fris, vrolijk en totaal anders. Het vijfde pianoconcert. En het aardige is dat Ramon van Engelenhoven dat pianoconcert gaat spelen. Het vijfde pianoconcert van Prokofiev samen met het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Pieter-Jelle de Boer. Wilt u ook kijken naar deze uitzending? Er is webcast via radio4.nl.
Thank you.
Thank you.